Achter mij het decor van vanmiddag. Het voetbalveld van FC Binnenmaas. Ze gaan het opnemen tegen de buurman. Voetbalvereniging Strijen uit het gelijknamige dorp Strijen. Het is een duel tussen de nummer 7 Strijen en de thuisploeg staat op de 11e plaats. Het verschil is 3 punten. Het zou vandaag dus een wedstrijd kunnen zijn die ze een zogenaamde 6-puntenwedstrijd noemen. We wensen u veel kijkplezier vanmiddag bij de wedstrijd Binnenmaas Strijen. Dit programma wordt u aangeboden door Hosted XL, Taxi Hoekse Waard, Eiwis op de Gent uit Beierland en Bandenservice Numansdorp. Wij met Leo Dekker. Vanmiddag een burenruzie. Ja. Verleden jaar ook 2 keer meegemaakt en dat was leuk. Vorig jaar hier 2-1 uit 3-2 voor Strijen. Vandaag, wat denk jij? Ik denk dat vandaag weer kort bij elkaar zal zitten. Al vind ik wel dat wezenlijk iets veranderd is. Strijden is natuurlijk al merkelijk sterker geworden. Vooral de spelers van jullie ook, hè? Ja, dat klopt. En groot compliment aan de club dat we het goed opgeleid hebben. Strijden heeft er natuurlijk 5 basisspelers bij. Wij hebben natuurlijk een enorme jas uitgedaan. Dus lijkt me logisch dat Strijden wel een zwaar favoriet is. Gaat het daarom dit seizoen wat minder? Nou, ja, zeker in zoverre minder. Ik vind dat we periodes heel goed spelen. Maar omdat dat nog niet ingespeeld is, zakken we ook regelmatig door de ondergrens. En gebeurt dat, dan raken we de punten kwijt. Dat is al een keer of 2-3 in deze competitie gebeurd. Dus het is logisch. Want je hebt er 13 voor en 18 tegen. Is dat een beetje de Achilleshiel van het FC Binnenmaas van nu? Ja, mede. Kijk, je bent natuurlijk je bent 2 centrale verdedigers kwijtgeraakt. En je bent je keeper kwijtgeraakt. Rechtsback kwijtgeraakt. Dus ja, dat moet ingespeeld raken. En dat heeft tijd nodig. Eerst zoeken naar een speelwijze die bij de jongens past. Dan ga je het invullen qua bezetting, qua spelers. Ja, en dat heeft tijd nodig. Op een gegeven moment dan denk je van het staat en dan staat het toch niet. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Los van de mensen die allemaal weg zijn gegaan, vandaag wel een fitte groep? Ja hoor, ja klopt. Iedereen die we op willen stellen, die hebben we beschikking over. Veel succes vanmiddag, we spreken je na de wedstrijd. Dankjewel. Geert Meijer, momenteel 7e, tevreden? Ja, wel tevreden. We hadden een paar puntjes meer kunnen hebben, maar je had ook 1 of 2 wedstrijden waar je resultaat had het ook minder kunnen zijn. Nee. Ik ben wel tevreden zoals het gaat. Tenminste, qua punten. Leo Dekker die zei net, ja, compliment aan Vereniging Strijden dat ze toch wat jongens van ons hebben gehaald. Want dat zijn toch wel heel belangrijke jongens. Zijn die jongens die naar Strijden zijn gegaan, zijn die echt van groot belang voor jullie? Nou, gehaald vind ik een beetje overdreven. Gekomen dan? Ze zijn gekomen, juist. En wij hebben er weinig invloed van tevoren op uitgeoefend. Dus iedereen mag naar de club gaan die hij wil. Nou, Dennis en Justin, de man. Dennis speelde hier bij VVGZ en Justin speelde dan hier. Die wilden nog een keer samen met elkaar spelen. Dus, dan lekker naar Strijden. Ze komen de meeste vrienden. Ze kennen elkaar nog van de A-jeugd, waar ik toen trainer was in het eerste stadion. Dat is hetzelfde met Brian Monster en Vincent Monster. Brian speelde SO in de tweede, wilde nog graag een jaartje met zijn broer spelen. Gezien zijn blessure. Nou, die zijn dan ook gekomen. Daarentegen is Sven Post weer van Strijden naar Binnenmaas gegaan. Dus die jongens zijn bij ons. Ze doen het uitstekend. En als we ze niet hadden gehad, waren we een stuk minder geweest. Vandaag speciale wedstrijd. Leeft het ook zo bij de jongens? Ja, dat dacht ik wel. Kijk, we hebben natuurlijk een aantal jongens, wat jij al zegt, die zijn van Binnenmaas overgekomen naar Strijden. Ze kennen elkaar allemaal. Dus als deze wedstrijd niet leeft, weet ik het ook niet. Leo Dekker, die gokt er eigenlijk wel op dat jullie met de punten weggaan. Wat denk jij? Ja, maar je hebt het gisteravond gezien. Ik ben gisteravond bij Sparta geweest. De eerste 10, 15 minuten had Sparta helemaal niks te vertellen. Het bleef gelukkig maar 1-0. En die hervinden zich. En die staan binnen een kwartier later met 2-1 voor. En die halen de wedstrijd nog uit.
Heerenveen had geloof ik 70% balbezit. Nou ja, wat zegt balbezit dan? En ja, Sparta speelde echt daarna een fantastische wedstrijd. Binnenmaas moet. Strijden mag? Nee, wij moeten ook. Deze wedstrijd moet je ook. Hierna krijgen we nog een paar aardige wedstrijden. Ik denk dat iedere wedstrijd, kijk maar in de competitie. Ik wil niet zeggen dat het verrassend is, maar ik denk dat één of twee ploegen, Pierzeel en Heerensdam, die steken er iets bovenuit. En de rest, iedereen kan van iedereen winnen. Wij hebben tegen Alblasserdam gespeeld 2-2. NSVV wint net in de laatste minuten van Alblasserdam en die staan onderop met 1 punt. Dus zeg het maar. Veel succes vanmiddag en we spreken je na de wedstrijd. Geert, dankjewel. Oké, graag gedaan. De wedstrijd tussen FC Binnenmaas en Strijen was een bijzondere. De thuisploeg FC Binnenmaas vierde dit jaar op 1 juli haar 10-jarig jubileum. Speciaal voor deze dag een hoop activiteiten, waaronder ook het Chanticoor. Maar nu terug naar het veld. Strijen zou er alles aan doen om snel op een voorsprong te komen. Dat leek in de 3e minuut al te gebeuren. De bal werd opgepikt door de nummer 7, Aaron Perez Maria. Zijn diagonale schot raakte de paal en kwam via de binnenkant van de paal weer terug in de armen van de keeper van Binnenmaas, Bart de Keizer. Vijf minuten later was het Alwin van der Werf die terecht de 0-1 op het bord zette. Van ruim buiten de 16 schoof hij de bal tegen de paal en via de carambolage belandde de bal in het netje. Een vroege voorsprong voor de gasten uit Strijen. Tot dat moment hadden we FC Binnenmaas totaal nog niet gezien. Ze waren amper over de middenlijn geweest. We noteren de 10e minuut als de nummer 10 van Strijen Daisy Sandersen een vrije trap mag nemen. De vrije trap van Daisy Sandersen werd haast door voormalig speler Sven Post in eigen doel gekopt. Maar gelukkig voor de blonde nummer 7 van de thuisploeg verdween het leer over de goal. Een corner resten. Strijen voerde de druk op om heel snel op 0-2 te komen en de wedstrijd rustig uit te gaan voetballen. In de 16e minuut is de spits van Strijen, Charlton Sambo, dicht bij de 2-0. Sommige toeschouwers telden de goal al. Vooralsnog bleef de schade voor FC Binnenmaas beperkt en stond nog steeds de 0-1 op het bord. 2 minuutjes later ontsnapt Sambo aan zijn bewaker, wordt de diepte ingestuurd en volgens de prima leidende scheidsrechter Wolf ten onrechte gevloerd. Een vrije trap restte. De vrije trap werd in eerste instantie gekeerd. De reflex van doelman de Keizer belandde op het hoofd van Sambo, die alsnog de 0-2 aantekende. De thuisploeg had helemaal niets in te brengen tegen de buren uit Strijen. In de 25e minuut iets wat op een aanval leek voor de thuisploeg binnen het strafschopgebied van de Strijense sluitpost. Helaas voor Binnenmaas resulteerde dit niet eens in een kans. Strijen was op alle fronten beter. Zowel in de duels, de afvallende ballen en betere bezetting in de linies. Het eerste half uur eenrichtingsverkeer richting de goal van de thuisploeg. En toen keerde het tij. We noteren de 31e minuut.
De eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. De serieuze mogelijkheid. Danny Meijers geeft een voorzet. De bal belandt op het hoofd van spits Den Otter. Helaas kopt hij de bal over. 6 minuten later, volledig uit het niets. Een corner van Sven Post op het hoofd van Johnny Meijers. 1-2. Wie had dat gedacht? Niemand van het aanwezige publiek had tot dat moment één kans gegeven voor de FC Binnenmaas. Betekende dit dat FC Binnenmaas weer terug in de wedstrijd kwam? Het leek er wel op. Want na het half uur was het Binnenmaas dat de grootste kansen kreeg, de meeste druk zette en het dichtst bij een gelijkmaker was. Zo ook in de 38e minuut. Een prima voorzet van Danny Meijers op Den Otter. Keeper Dos Santos had toch nog moeite met de slappe inzet van de nummer 14 van Binnenmaas. Kort voor de rust wordt Sven Post neergehaald rond de 16. De vrije trap van Sjoerd van der Pes komt in de handen van de keeper van Strijen. De thuisploeg probeerde alles op alles te zetten om nog voor de rust langszij te komen en met een 2-2 te gaan rusten. Helaas lukte dat niet voor de thuisploeg en hadden ze nog 45 minuten in het tweede bedrijf om minimaal gelijk te komen. Het is weer tijd voor winterbanden. Maak eenvoudig een afspraak online op bandenservicenumansdorp.nl. Alle bijenmerkmontuur gratis? Dat kan bij Eiwis op de Schans in Oud-Beijerland. Met Hosted ICT heb je je volledige kantoorautomatisering in de cloud. Hosted ICT van Hosted Excel. FC Binnenmaas moest op zoek naar de gelijkmaker bij deze zogenaamde 6-puntenwedstrijd. Zou het gat groter worden met Strijen of zouden ze op gelijke hoogte komen? Vanaf het eerste fluitsignaal in de tweede helft gelijk pressie vanaf de zijde van de Binnenmaas. Zou Binnenmaas het thuisvoordeel gaan benutten in de tweede helft? In de eerste minuut van de tweede helft waren er kleine kansjes voor zowel de thuisploeg als voor de gasten uit Strijen. Echt gevaarlijk werd het niet. In de 48e minuut een voorzet van Meijers in de handen van Strijenkeeper. In de 53e minuut een vrije trap van Sven Post aan de rand van de 16. Zijn vrije trap leek gevaarlijker dan dat hij was en de bal belandde op het dak van het doel. In de 56e minuut weer een kans voor de thuisploeg. Nu was het schot van de nummer 12 van FC Binnenmaas dat uiteenspatte op de handen van doelman Dos Santos. Met de rebound van die bal werd helaas niks gedaan door een van de spelers van de thuisploeg. In de aansluitende actie een schot van Sandersen recht in de handen van keeper Bart de Keijzer. Met een kwartiertje op de klok in de tweede helft een hachelijk moment in het strafschopgebied van Binnenmaas door een misverstand tussen de keeper en de verdediger. De inzet van de nummer 7 van Strijen, Peres Maria, kon makkelijk worden weggewerkt. Het eerste kwartier van de tweede helft een voordeel voor het geel-groen van Dekker. Strijen kwam niet meer in het spel voor. In de 65e minuut een voorzet vanaf de rechterkant door voormalig Strijenaar Sven Post. Recht op het kopje van Johnny Meijers. De rossige nummer 10 wist wel raad met dit buitenkansje. 2-2. Drie minuten later een prima crosspaas van Danny Meijers op Jordi Molendijk. De invaller was dicht bij de voorsprong, maar benutte deze kans niet. Strijen leek de weg helemaal kwijt.
Ze waren geen schim meer van de ploeg die het eerste half uur domineerde. In de 73ste minuut. Een fantastische bal van invaller Raymond van Prooijen op uitblinker Danny Meijers. De nummer 12 van de thuisploeg schiet het leer heel gedecideerd tegen de touwen. 3-2, wie had dat gedacht? In de 72ste minuut, 3-2 voor FC Binnenmaas, doelpuntmaker Danny Meijer. Zou deze feestelijke jubileumdag dan toch bekroond worden met een zegen voor de thuisploeg? In de 78ste minuut weer een aanval van Binnenmaas. De twee beste mannen van Binnenmaas, Post en Danny Meijers, konden hun aanval helaas niet bekronen vanwege een buitenspelgeval. 8 minuten voor tijd. De verdediging van Strijen ligt helemaal open. Met 4 man rukt FC Binnenmaas op richting het vijandelijke doel. De voorzet op Jorian den Otter was op maat. De nummer 14 van de thuisploeg ronde bekwaam af. 4-2. Strijen had zich gewonnen gegeven. FC Binnenmaas wilde en rook meer. Danny Meijers was herhaaldelijk dicht bij zijn tweede van de middag. Pas in de 86ste minuut weer een klein kansje voor Strijen. Het was Sambo die net naast de goal schoot. In de 89ste minuut een geweldig mooi schot vanaf zo'n 40 meter. Invaller van Prooijen probeerde met een geplaatst schot de doelman van de gasten te verschalken. Dit zou de mooiste treffer van de middag zijn geweest. In diezelfde minuut alsnog de 5-2. Nu was het Buren den Otter die de 5-2 eindstand op het bord zette. In de 88ste minuut, Overas van Veld. De schitterend doelpunt 5-2. Het nummer 13. Justy de Man, nummer 3 van Strijen. Wat een wedstrijd. Ja, dat heb je goed gezegd. Ik denk dat we terecht hebben verloren. Op basis van passie inzet. De eerste 20 minuten, half uur begonnen we goed. 2-0 voor, geen veldje aan de hand. Die gasten hebben geen kans gehad. En dan komen ze uit een corner, komen ze op 2-1. Goede kopbal. Ga je de rust in en zit je tegenover elkaar. Waar gaat de fouten, gaat er goed. Maar eigenlijk niks aan de hand. Nou, dan kom je uit de kleedkamer. En ik weet niet wat we aan het doen waren. Maar het had totaal geen bezieling. Ik vind het echt schandalig dat we zo gevoetbald hebben. Inclusief mezelf hoor. Niemand heeft me voldoende. Echt totaal niemand. Wat zeiden jullie in de rust tegen elkaar? En gaat dan Geert Meijer ook nog tekeer of niet? Ja, die bleef op zich wel rustig vandaag. Het is wel eens anders geweest. Maar wij dachten het kon wel goed. En als we ons herpakken, net als de eerste half uur, dan moet het goed komen. Maar toen viel die 2-2. En toen kwamen er wat wissels in de ploeg en dat heeft er niet voor gezorgd dat we aanvallend iets extra's konden brengen. Dus ik denk, zij counterde goed, veel meer passie inzet. En misschien komt het jubileum, nog hard gefeliciteerd Binnenmaas ermee. Maar het gaf een extra kracht en nogmaals zwaar verdiend. Ik sta hier eigenlijk, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, want ik heb liever het liefst die 3 punten, maar het zij zo. Voor een paar jongens van jullie extra zuur of niet? Ja, dat klopt wel. Deze heeft hier 4 jaar gevoetbald. Aaron heeft hier een jaartje gevoetbald, ik ook. Ik heb echt een goede tijd hier gehad. We hebben een mooi seizoen vorig jaar gehad. Maar dit jaar voetbal ik weer Strijen. Wij concentreren ons op Strijen. En wij hebben die punt hard nodig, net als Binnenmaas. Nu moeten we weer naar onder kijken, jammer genoeg, want het staat allemaal zo dicht op elkaar. Ja, dat was het.
Je valt het wel heel sportief op. Dankjewel voor je tijd en succes. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Danny Meijers, wat een ongelofelijke pot voetbal. En wat heb jij en longen? Die longen zijn nou wel leeg hoor. Zo'n derby heb ik nog niet meegemaakt. Eerste half uur was hij geen stuiver waard in principe. Al hadden hun de vier gemaakt, dan had het klaar geweest voor ons. Maar de tweede helft hebben we in de rust elkaar eens even goed aangekeken. Dit mag natuurlijk nooit gebeuren in zo'n wedstrijd. Je ziet het. Wat dacht je bij 0-2 na een kwartier? Ja, we hebben vaker achtergestaan en in het begin van het seizoen was dat voor ons een probleem. Maar ja, het zag er niet naar uit dat wij nog gingen scoren. En die bal valt lekker natuurlijk voor Johnny die hem binnenkopt. En ja, dat gaf ons wel lucht voor dat laatste kwartier in de eerste helft. Ja, en na de rust, ja, wat er toen gebeurt, dat is bizar. Wel leuk, want zowel jij als je broer hebben gescoord, maar ook de gebroeders Den Otter hebben allebei gescoord. Ja, bijzonder, ja. Ja, dit bizar. Is het voor jullie, hè, want er zijn nog wat jongens vertrokken naar Strijen, is het extra lekker? Ja, zulke wedstrijden zijn altijd wel lekker als hij ze wint en wie er ook spelen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar deze wedstrijd moet je gewoon winnen. En dit was natuurlijk voor ons ook al, er zat al een beetje druk op met het 10-jarig bestaan van de club. En als je ziet wat er allemaal geregeld is, wat iedereen ervoor doet, dan is dit wel het minste wat je daarvoor terug kunt doen. Nou, jullie zorgen in ieder geval voor een leuke extra feestje, zodat deze jubileumdag eigenlijk extra glans krijgt. Dankjewel voor je tijd en veel succes in de competitie. Geert Meijer, wat een wedstrijd met twee gezichten. Ja, eerste kwartier dacht ik 2-0, 0-2. Ja, en daarna net voor de rust denk ik de 1-2. Ja, het is een... De eerste 30 minuten is echt alles strijd wat de klok slaat. En minuut 31, alles anders. Ja, dat is misschien de kwaliteit van Binnenmaas. En wij lieten het gaan, we lieten het zakken. Zit het dan in de kopjes dat ze gewoon dat er een gemakzucht inslijt? Ik denk dat je de jongens zo meteen zelf maar even moet vragen. Ben je teleurgesteld of boos? Nee, gewoon teleurgesteld, boos niet. Boos niet. Ja, we spreken alles door. We weten hoe Binnenmaas speelt. Veel met lopende spelers. Jongens die goed achter de bal aangaan. Nou, en wat ik net al zeg, het wordt 1-2. Kijk, wordt het 0-3, dan is de wedstrijd gespeeld, denk ik. Maar nu pakken ze de tweede helft het heel goed op. En wij hebben eigenlijk de tweede helft niks meer gecreëerd. Maar jullie waren onzichtbaar de tweede helft. Ja, nou kan je ook zeggen. In plaats van 6 punten, nu gelijk in punten. Ja, 12. Dus ik heb het al langer aangegeven. Wij moeten bij de onderste 4 wegblijven. En wij, je hebt het net zelf gezien. Wij hebben geen team die de wil een andere ploeg op kan leggen. En zo zijn er een heleboel. Nou, en ik hoop dat dit gewoon vandaag een goede les is geweest. Maar toch, jongens als de nummer 11, Benja Jet, ik heb hem vandaag niet gezien. Nee. Maar dat is al een paar weken zo. Niet alleen hij. Maar je moet er wel... je geeft deze groep, die geef je gewoon vertrouwen. Nou, en dan moeten ze kijken of ze dat waar kunnen maken. Nou, een aantal spelers hebben dat niet waargemaakt. Werk aan de winkel de komende weken, Geert. Dat blijft het hele jaar zo, denk ik. Dank voor je tijd en succes. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Goed tot weekend. Ziens. Gefeliciteerd winnend trainer Leo Dekker. Wedstrijd met twee gezichten. Absoluut, ja. Absoluut. Eerste 20 minuten strijden 200% bovenliggende partij. De 10 minuten daarna konden we aanhaken, dus was het gelijkwaardig. Gingen we minder slecht voetballen. Laatste kwartiertje, laatste 10 minuten was eerste helft was voor ons. Maken de belangrijkste goal van vandaag, de 1-2. Anders is hij gelopen. Een aardige, ik had het al met Danny Meijer over, maar de gebroeders Meijer heel belangrijk en de gebroeders Den Otter. Ja, klopt. Ja. We gaan dinsdag eens kijken wie het echt belangrijkste is. Maar die jongens spelen met hun hart. En die, vooral Björn komt van heel ver. Jorian Rotter komt ook van heel ver vanuit een blessure. En dit jaar was er ruimte voor hun. En ze maken dat waar. Sven Post ook een heel belangrijke wedstrijd gespeeld. Ja, Sven eerste 20 minuten iets te diep spelend. Waardoor we de slag op middenveld verloren. En dus terecht ook op 2-0, 0-2 achterstand kwamen.
Daarna ging die perfect spelen voor Richard en voor Johnny Meijers. Ja, en toen we gewisseld hebben voor de eerste keer, gingen we een ander systeem spelen met twee spitsen. En is hij samen met Jordi Molendijk, buitenkant rechts, Sven, buitenkant links. En dan zijn we op ons best. Dan hebben we twee guerrilla-spitsen die voorin het afmaakten. Ja, en Jorian en Danny maakten natuurlijk de 2-3, 4-2. Je had het over underdog. Ja, nou ja, wij hebben het niveau gehaald wat we iedere wedstrijd een minuut of 20 halen. Nu hebben we dat misschien wel een minuut of 45, 50 gehaald. En ja, Strijen liet ons in de wedstrijd terugkomen. En deze afdeling is, als je niet 100% werkt, kan je van iedereen verliezen. En ja, goed, ik denk dat het vooral het laatste uur, ja, Binnenmaas 10 jaar Hosanna. In plaats van 6 punten, nu weer op gelijke hoogte. Dat moet je wel met een fijn gevoel het weekend ingaan, lijkt mij. Dat klopt, ja, dat klopt. We hebben een aantal keren net in de laatste minuten verloren. En je weet dat het eraan zit te komen, maar je moet het allemaal doen natuurlijk. En iedere keer als je vertelt, jongen, we kunnen het en we moeten blijven voetballen en je wint niet, ja, dan wordt het lastig, want op een gegeven moment is je verhaal niks meer waard. Nou ja, uiteindelijk, je zag het ook, hè, bij de eerste wissel, ja, moet het nou, want het staan, hè? Ja, het moest. En uiteindelijk pakken al die wissels perfect uit. Dat is heel fijn voor een trainer, maar nog veel belangrijker voor een groep. Want die gaan begrijpen dat de beslissingen die je neemt, dat die inherent zijn, kunnen zijn aan een goed resultaat. En dat lukte vandaag. En dan kan je als groep stappen maken. Gefeliciteerd en dankjewel en succes nog. Ja, fijn weekend. Dit was het. De burenruzie tussen FC Binnenmaas en voetbalvereniging Strijen. Hier bij Binnenmaas gaan ze het 10-jarig feestje vieren. Dat hadden ze al gepland, maar door de 5-2 overwinning van de thuisploeg FC Binnenmaas zal het een extra lange avond worden. Dit programma werd u aangeboden door Taxi Hoekse Waard, Bandenservice Numansdorp, Eiwis Opticiens Oud-Beijerland en Hosted XL.